Je kunt straks vanaf verschillende kanten de tijgers bekijken. We hebben net al gezien dat er een glasinkijk is. Er komt ook een uitkijkpunt over het water. Maar net als hier bij de Indische Neushoorns komt er hier achter mij ook een stukje uitbreiding van het terras. Zodat je zelfs lekker vanuit je luie stoel met een kopje koffie de tijgers kunt observeren. Achter mij zie je op de bouwplaats dat er nog best wel veel betonnen wanden in beeld zijn, keerwanden. Die worden allemaal nog aangevuld met zand. Dat zand dat zie je daarachter nu op een hele grote berg liggen, die lichte berg in het midden. De rest van de grond die je daar ziet liggen, dat wordt in het terrein allemaal verwerkt tot mooie heuvels. En zo krijgen we straks een mooi tijgerterritorium van meer dan 2000 vierkante meter. Het tijgerverblijf wordt ongeveer 3 keer zo groot als dat het voorheen was. En je krijgt dus heel veel vrij uitzicht, want aan de andere zijde van die betonnen wanden, daar komt een gracht van 8 meter breed, waar de tijgers in kunnen zwemmen, maar waardoor je ook vrij uitzicht hebt op de dieren.